Ja, wat raar was, is wat voor mij een beetje eng was, is het feit dat er ineens word ik geconfronteerd met tanks in het centrum van de stad. En tanks en leger, soldaten. Maar dat word je wel gewoon, hè. Dat was alleen de eerste dag. De tweede dag was ik op het Tahrirplein en daar zag ik mensen die sittings houden, die een deel van het Tahrirplein bezetten. Ja, dat viel wel mee, dat vond ik wel normaal. Dat had ik ook verwacht. Maar wat ik niet verwacht had, is dat ineens, ik was aan de kant dus van die mensen op het Tahrirplein, dat ineens mensen met dikke grote stenen werden bekogeld. Even later heb ik de Tahrirplein, ben ik dan verlaten. Ik had ook een afspraak elders. Maar bij mijn terugkeer was er echt onrust en het leger was bezig het plein te ontruimen en heeft ook mensen opgepakt. Ja, het was een beetje. Het was beangstigend, want je kunt ook niet weten wat hoe het allemaal kan draaien. Maar dat waren de momenten waar er echt spanning was. Maar voor de rest, alles lijkt normaal te zijn, rustig. Maar je ziet echt rond het Tahrirplein, hè, de cafés, bepaalde plaatsen waar activisten samen zitten, afspreken, cafés waar intellectuelen samenkomen. Je ziet wel dat er heel wat gebeurt, hè, op politiek vlak. En dat is wel boeiend. Is de revolutie voorbij? Dat is ook een vraagteken. De activisten zeggen het is helemaal niet voorbij. We zijn nu nog. Het echte werk moet verder gaan om echt van succes te kunnen spreken. Zij spreken dan over een contra-revolutie dat aan de gang is. En ze zien in het conflict of in de spanning tussen christenen en moslims dat gebeurd is in een dorp. In Egypte, dat het werk is van de mensen die achter die contra-revolutie staan. De mensen die niet willen dat de situatie verandert. De revolutionairen beschuldigen de oude regime achter al de spanningen die er geweest zijn in Egypte tussen moslims en christenen. En die spanningen die nu opduiken, zijn, zeggen zij, de zoveelste bewijs dat er nog krachten actief zijn die de revolutie willen aborteren. Nu, de hele discussie die nu gevoerd wordt, gaat over de grondwet. Revolutionaire activisten willen een nieuwe grondwet, terwijl de voorlopige regering heeft het over hervormingen of wijzigingen. In de grondwet. Nu zaterdag komt een referendum. En hier zie je hier zie je dat er veel oneenigheid is. Dat er verschillende standpunten staan tegenover elkaar staan. Het leger wil absoluut een referendum en wil dat de meeste mensen ook ja stemmen. Dat willen de moslimbroeders ook, zodat binnenkort binnen de 4 maanden verkiezingen worden gehouden. Terwijl activisten en leden van kleinere partijen willen een nieuwe grondwet en willen ook dat de verkiezingen zoveel mogelijk uitgesteld worden. Dat zij bijvoorbeeld binnen een jaar worden gehouden, zodat deze activisten en deze kleine partijen ook de kans krijgen om mensen te mobiliseren. En hier zie je dat men wil ongeveer hetzelfde, maar hoe dat wil men bereiken, is er een verschil. Moslimbroeders staan sterk. Ze weten dat als er morgen verkiezingen komen, dat ze heel veel zetels zullen halen. En daarom willen zij zo snel mogelijk overgaan naar een burgerlijke regering. Maar tegelijkertijd heb je ook mensenrechtenactivisten. Die meestal zijn voor een nieuwe grondwet, maar die ook waarschuwen voor een te lange periode waarin de macht in handen is van het leger. En Egypte heeft op dat vlak wel
een slechte ervaring. Men wil dat vermijden.